What's up mensen, welkom weer bij deze gloednieuwe video hier op mijn kanaal. En het is weer tijd voor een gloednieuwe video. En mensen, dit is even een best wel korte video, want ik ga namelijk iets vertellen. Want mensen, op 1 november komt er iets heel speciaals aan voor dit YouTube kanaal. Dus blijf op de hoogte. En ja, dit was het eigenlijk. Maar nu gaan we gewoon even de kippen voeren. Want daar heb ik heel veel zin in. Meelwormen. Dat vinden ze vast wel heel lekker hoor. Nou. Oh, 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 oh. Ja hè, lekker hè. Dames en heertje, hier is lekker voedsel voor jullie. Alle vijf. Zo, eet smakelijk. Dames en heertje. Nou, eet smakelijk, dames en heertje. Maar Kukkel, de haan, is een beetje een eigenwijze haan, moet ik zeggen. Want hij ontsnapt de hele tijd via het blauwe hok zo. Gaat hij de hele tijd hier zo door het gras heen scharrelen. Want Kukkel is natuurlijk slim en die denkt van, dit gras is niet goed, dit gras is wel goed. Dus hij gaat gewoon in het gras scharrelen. En weet je wat Kukkel ook doet? Tja, Kukkel houdt van groenten schijnbaar, want het was vandaag ook weer. Ging gewoon in de groentetuin van mijn moeder zitten. Hé Kukkel? Kukkel de haan? Beetje een eigenwijze haan, hè? Kan goed kraaien, maar een beetje een eigenwijze, hè? Hey, Kwikkie en Pico. Ja, hè? Maar het is bedtijd, hè, voor jullie eigenlijk. En trouwens, mensen, ik heb de naambordjes veranderd. Kijk eens aan, Kippenhuis, Kwik, Kwak, Pico en Kukkel. Zo schrijf je Pico, zo schrijf je Kukkel. En hier is namelijk gewoon, ja, Kippenhotel heb ik daar gewoon opgeschreven. Nou mensen, ik ben dus nou weer bij het einde van deze video. En ja, er gaat dus iets heel groots aankomen. Blijf up to date op mijn kanaal en abonneren en dan mis je hetgene niet. Dus mensen, ik zie jullie later.